Welkom! Dit is de podcast die je niet wilt missen. Als je droomt van een moeiteloos lekker leven. Als je aan alles voelt dat het anders mag dan hoe het nu gaat. Het is tijd om uit te zoeken wat je dromen zijn. Of sterker nog, het is tijd om ze werkelijkheid te laten worden. Want jij wilt toch ook dat er veel meer geluk en overvloed op jouw pad komt? En toch vraag je je af: wat moet er dan anders en hoe dan? Als jij wilt leven op jouw voorwaarden, ontdek dan hier in deze podcast hoe je een succes mindset creëert. Ben jij er klaar voor om je dromen waar te gaan maken? Go for it. Je droom begint hier. Welkom bij deze derde vlog van Moeiteloos Lekker Leven. Nee, Rob, het is geen vlog. Dit is een podcast. Dat is waar. Het is een podcast. Ja, joh, ik raak helemaal in de war. Want we zijn inmiddels aan het vloggen. Wat overigens een ontzettend succes is. Want we zitten nu al. Uit mijn hoofd gezegd, zo'n 1600 mensen geabonneerd te zijn op ons kanaal. Klopt dat of niet? Ja, en ik vind het helemaal leuk om te horen gewoon die reacties die mensen geven. Dat Superleuk. we er blij van worden. En ja. wij worden er ook blij van. Hartstikke. Maar waar wij ook blij van worden, is podcasten. En dat is wat we nu aan het doen, doen. Dat is helemaal waar. Dat klopt ook wel. Want er staat geen camera op mijn gericht. Dus daar had ik het aan kunnen herkennen. Maar ja. ik heb wel een microfoon. Hey, maar uh, deze podcast die gaat over het onderwerp. En ik sta hier enorm achter. Je creëert je eigen realiteit. Wie anders? Nou, dat is een goeie. Want heel veel mensen denken uh, dat ze de situatie waarin ze zitten of wat ze allemaal meemaken in hun leven, dat ze dat helemaal niet zelf creëren. die denken dat ze dat overkomt, of dat andere mensen dat allemaal veroorzaken. En ik heb dat ook heel lang gedacht trouwens. Nou, ik ook. Ik ook. En wat dat betreft, is de afgelopen jaren is er echt iets veranderd in mijzelf, waardoor ik eigenlijk het voor elkaar kon krijgen om een leven te creëren, laten we het zomaar noemen inderdaad. Die veel dichter bij mij past, die veel meer als van mij voelt, veel meer naar mijn verlangen toe buigt dan dat hij ooit gedaan heeft. Terwijl ik vroeger heel erg dacht dat het me overkwam. Dat het gewoon was zoals het is, heb ik nu inderdaad door dat je wel degelijk een enorme invloed kan pakken op hoe je leven eruit komt te zien. Ja, nou, ik denk dat het wel leuk is om daar eens even wat meer op uh, in te zoomen. Op hoe dat uh, voor ons was. En ook wat wij dan veranderd hebben om, uh, om er eigenlijk op zo'n manier ook te, naar te kunnen kijken. Ja. Als ik nou namelijk eens even terugga naar uh, mijn situatie. Um, pak een beet, een jaar of... Nou, tien geleden? Is dat te lang geleden? Of is ja, ik dat weet wel niet okay? waar je over gaat hebben, dus... Uh, nou ja, ik, maar ik ga weer eens even terug naar de tijd dat ik in het onderwijs werkte. Dat ik um, de poten uit mijn lijf rende, zo kan ik het wel noemen. Dat ik alleen maar bezig was om het andere naar het zin te maken... omdat ik er daadwerkelijk van overtuigd was dat als ik maar hard genoeg... Mijn best deed dat ik dan die erkenning zou krijgen van anderen en dat het dan allemaal goed zou zijn in mijn leven. Pas veel later kwam ik erachter dat het helemaal niet goed was in mijn leven. Sterker nog, um, mijn lijf gaf me allemaal signalen: van joh, wat ben je aan het doen? Je bent veel te veel vanuit je hoofd aan het leven. Je bent veel te veel aan het pushen, aan het duwen, aan het struggelen, aan het husselen. En je krijgt daardoor precies allemaal. Gedoe op je pad. Dat is precies wat ik ook kreeg. Ja, en zo, en zo werkt het ook werkelijk. Oftewel, op het moment dat je bepaalde gedachten denkt en daaraan vasthoudt, dan zal je steeds meer van die gedachten ervaren. En sterker nog, die gedachten gaan ook realiseren in je fysieke wereld precies hetgene wat je denkt. Je hebt misschien wel eens gehoord van de, van de term self-fulfilling prophecy, die heeft daar alles mee te maken. Namelijk, wat je denkt dat er gaat gebeuren, zal in negen van de tien keer ook werkelijk gebeuren. En niet omdat je dat al dacht. Nee, omdat je het dacht. Ja, en dat heeft ermee te maken dat juist over de dingen die je denkt, daar ga je in je fysieke realiteit bewijzen voor zoeken. En daar zoek je eigenlijk net zo hard voor En net zo lang voor, totdat je ze gaat vinden. En je vindt ze ook altijd. Ja, maar de valkuil hierin is van dat je heel snel gaat denken van, ja, maar dit, dit wilde ik toch helemaal niet. Ik, ik wilde toch helemaal. Nou, laat ik een stom voorbeeld noemen. Even een stom voorbeeld. Maar ik, ja, ik wilde toch helemaal geen auto-ongeluk. Dat is er niet wat ik wil. Ja, dat is wel wat je wilde. Niet, niet echt in de, in, de, in de letterlijke zin van het woord. Maar ja, op bewust niveau bedoel je dat? Ja, dus dat is niet wat je wilde. Maar doordat je continu een bepaalde angst voeden van oeh, ik moet geen ongeluk maken, ik moet echt geen ongeluk maken, gaat je rijgedrag veranderen. Je ziet het heel vaak bij oudere mensen op de weg. Die zijn zo bang dat ze een ongeluk maken, dat ze werkelijk als een meloot gaan rijden om maar geen ongeluk te maken, maar juist daarom een ongeluk maken. Oh ja. En dit is eigenlijk een voorbeeld daarvan. Dat je natuurlijk op bewust niveau juist niet wilt wat je, wat je gaat overkomen. Maar doordat je je zo vasthoudt aan hetgeen wat je niet wilt, is dat ja. hetgene wat je gaat krijgen. Dit is ook, als ik deze lijn doortra, als je dit snapt, dit is, echt een, dit is echt heel belangrijk. Want op het moment dat je dus heel rijk wil zijn, omdat je heel bang bent dat je tekort komt. Nou, vul maar in. Dan is dat hetgeen wat je gaat krijgen. Te kort. Omdat je volledige focus daarop is. Je gedachten zitten daarop. En dat is wat je gaat manifesteren, gaat creëren in je fysieke wereld. Ja, en daar heeft het dus wel allemaal mee te maken. Ook met waar heb je je focus op. Ja. En ik kan heel goed van mezelf zien dat ik eigenlijk heel lang uh, mijn focus op de verkeerde zaken heb gehad. Ja, verkeerde zaken. Ik zou het niet eens zo streng zijn voor jezelf. Het waren de zaken die je eigenlijk deep down inside niet verlangde. Nee, want dat is het. En waar kan ik dat nou aan weten? Aan uh, dat waar ik zo mijn focus op had, dat voelde eigenlijk ook allemaal helemaal niet goed. En dat is voor mij juist nu in de afgelopen jaren zo kraakhelder geworden, dat hoe ik me voel... Een mega belangrijke richting aanwezig is. En waar ik voorheen natuurlijk helemaal niet in de gaten had wat ik voelde, want ik was vooral in mijn hoofd aan het leven. Ik was eigenlijk een wandelend hoofd uh, geworden. Ja, toen kon ik helemaal niet voelen of iets goed voelde of niet. Alhoewel, ik had, ik had er gewoon geen aandacht voor. Ik duwde het gewoon weg. Nee. En pas op het moment dat ik dat in de gaten kreeg. Toen... Maar wat was het moment dat jij dat in de gaten kreeg? En toen je dat in de gaten kreeg, veranderde het toen ook wezenlijk de wereld om je heen. Nou, voor mij was het moment dat ik dat in de gaten kreeg, uh, dat ik meer inzicht kreeg in hoe dat nou in mij werkte. Dus ik ging meer leren over sowieso mijn eigen brein, over hoe dat werkt in mijn hoofd. Uh, maar ook over dat ik niet alleen een hoofdbrein heb, maar ook een hartbrein en een buikbrein. En ik ging ook meer leren over overtuigingen die ik had, over waar ik allemaal precies in geloof, over hoe dat zit met mijn manier van denken en waar ik dus mijn focus op heb. En toen ik dat veel meer ging doorzien, wat ik eigenlijk zelf deed, merkte ik dat ik. Bezig was met het versterken van mijn mindset. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik anders in het leven sta. Ja, dus als ik het goed beluister. Pas op het moment dat jij bereid was om de automatische piloot uit te zetten. en bereid was om in dit geval je te laten coachen. Door anderen die al waren op die plek waar jij eigenlijk die down inside zou willen zijn. Dus namelijk veel bewuster leven en veel meer de regie gaan pakken over je leven. In plaats van denken dat het je allemaal overkomt. Nou ja, en wat daarin vooral heel belangrijk was: ik was het ook gewoon heel zat. Ja, ik maar dat het... is vaak zo. Vaak is er een bepaalde rock bottom nodig ja. om tot verandering te komen. Maar de vraag is. Is er eerst een rock bottom nodig om tot verandering te komen? Ja, in ons geval wel. Maar ik zie ook bij heel veel klanten van ons inmiddels dat ze al zich laten coachen voordat ze de rock bottom hebben. Gedaan. Ja, maar ik kijk daar toch anders naar op? Want ik denk dat dat wel degelijk een rock bottom is. En eh, wat ik wel geloof, is dat bij iedereen een rock bottom op een ander level zit. Dat. Kijk, mensen gaan natuurlijk pas wat veranderen aan de dingen, uh, hoe ze gaan in hun leven, op het moment dat ze echt een heel sterk verlangen hebben dat dingen anders gaan. Dat kan ook wel een rock bottom zijn. Kijk, wij definiëren natuurlijk aan rock bottom over het algemeen diepe ellende en grote shit. En dan pas gaat er iets veranderen. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Maar goed, ook in die definitie zoals je hem nu uitlegt, dan is er dus sprake van rock bottom en dan uh, ben je bereid om iets te veranderen. Daar ben ik het mee eens. Alleen het interessante vind ik dus echt dat je door bewust te zijn van wat je werkelijk wil, en dat is nog geen makkelijke opgave hoor, je bewust worden van wat je werkelijk wil. Dat heeft namelijk alles te maken met alle afleidende overtuigingen en patronen die je zo gewend bent te denken dat je werkelijk niet durft te dromen en al helemaal niet denkt dat die dromen die je droomt ook werkelijkheid zouden kunnen worden. Maar als je dat durft los te laten en omgegeneerd durft te dromen en heel bewust naar je gedachten durft te denken, dan is het heel interessant wat er gaat gebeuren, want dan pak je feitelijk de volledige een, uh, uh, regie terug. Voor het creëren van jouw mooiste leven. Pas toen ik, want uiteindelijk heb ik natuurlijk ook een, een, een zwaar omkeerpunt gehad in mijn leven: ik was, voor de mensen die dat niet weten, heel erg afhankelijk, verslaafd aan middelen en bepaald gedrag. En. Dat, dat, dat richtte mij langzaam maar zeker ten gronde. En dat, dat, dat niet alleen mij, ook mijn omgeving, uh, iedereen en alles wat mijn leven aanraakte, werd daardoor geraakt. Tot het moment, en dat was voor mij de rock bottom, tot het moment dat ik besloot: van dit moet anders. Ik heb mijn verlangen om het anders te doen is groter dan mijn angst om het anders te doen. Daar zit het er misschien wel in. Zodra je verlangen groter wordt dan je angst om te veranderen, dan heb je de juiste fundering gelegd om te veranderen. En dan zal je zien dat je door de juiste gedachten te denken, en, dat, en wat zijn de juiste gedachten? Dat zijn die gedachten die volledig in lijn staan van je verlangen, van je mooiste leven. En op het moment dat je die gedachten weet te denken, dan zal je zien dat je je... Ja, Eigen realiteit gaat creëren die helemaal in lijn ligt van je verlangen. Ja. Dat is het mooiste wat er is. Nou ja, ik kan wel een mooi een voorbeeld geven. Want jij geeft natuurlijk nu net aan: van ja, uh, ik, ik zat er heel zwaar bij en ik wilde echt dat het anders is. En toen kreeg ik dat voor elkaar. Maar ik weet ook nog wel, het is nu meer dan een jaar geleden dat wij natuurlijk um, besloten van joh, wij gaan het anders doen in ons leven. Wij willen niet meer uh, in de kou en de nattigheid van Nederland blijven. Wij willen eigenlijk meer van de wereld zien. We willen andere mensen ontmoeten. En toen hebben we de beslissing gemaakt om ons huis te verkopen en met een camper door Europa te gaan reizen. Dat was niet een moment, ruim een jaar geleden, dat wij in heel zwaar weer zaten. Dat het niet goed met ons ging, dat er wel degelijk iets moest veranderen. Ja. Eigenlijk ging het op dat moment al heel goed met ons, omdat we juist al zo met onze mindset bezig waren ja. geweest. Maar nog steeds, en toen werd het eigenlijk heel helder, kwam ons verlangen steeds meer naar boven drijven. En wat we eigenlijk deden is: we durfden daar steeds meer ruimte aan te geven. Want ik weet nog heel goed dat wij een paar jaar terug. Ik weet nog dat we aan het fietsen waren hier door het Westland en dat we op een gegeven moment ook in ons hoofd hadden van dat zou toch gaaf zijn in een camper gaan reizen. Kan je je nog herinneren dat moment? Ja, dat zeker. We, dat we, ook we waren thuis, heel enthousiast. We waren heel enthousiast en toen kwamen we thuis en we zaten in de tuin en uh, we gingen erop doorpraten. En daar kwamen ze hoor, hoe moet dat nou met de kinderen? Um, ja, hoe, hoe moeten we dat dan gaan regelen met werk? Uh, ja, wat, wat zullen familie en vrienden hier wel niet van vinden. Ja, maar ik kan dat toch niet allemaal regelen. Nou, het werd zo'n onoverkomelijke grote bult om uh, met problemen om weg te werken dat we dachten, nou laat maar. En toen schoven we dus ook dat verlangen terzijde. Ja, maar, maar nu... weer werd het verlangen dus het verlangen moest nota bene ruimte gaan maken voor alle angsten die ja. opgeworpen werden. En zo werkt het brein ook. Je wordt Continu door je ego in dit geval, word je tot stilstand gedwongen om onveranderd te blijven. Maar ik wil nog wel even teruggaan naar dat moment, want ik herinner me dat ook nog heel goed. En je zegt van ja, wij hebben, wij hebben een nieuw verlangen gecreëerd. En dat klopt, maar dit verlangen heeft kunnen ontstaan doordat we op een eerder uh, moment al ons uh, verlangen achterna waren gegaan. We hadden namelijk echt vanuit de. De chaos waaruit we kwamen. Jij met je burn-out en, en, en wat al niet meer. Ik met mijn verslaving en wat al niet meer. Ons verlangen was toen weer een normaal. Uh, leven leiden, waarbij onze financiën op orde zijn, waarbij onze kinderen weer de aandacht kregen die ze verdienden, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Dat was, en, en dat ons huis boven water kwam te staan. Ja, uh, gewoon veel minder stress wilden we. Ja, we wilden gewoon een rustig bestaan leven. Ja. Dat was echt ons verlangen op dat moment. En uh, zo gezegd, zo gedaan, nou dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot, daar hebben we heel hard voor gewerkt. Nou ja, we hebben dus niet wel. In fysieke zin hard voor gewerkt, maar wel hard voor gewerkt in ons brein. Om de juiste dingen te denken. En uiteindelijk heeft dat gemaakt dat we ook werkelijk in die rustige fase, in dat rustige vaarwater terechtkwamen. We hebben dus onze eigen realiteit gecreëerd. En dat maakte dat we vervolgens naar ons nieuwe verlangen konden gaan kijken. Want groeien is een ongoing proces. Het, het hoeft niet zo te zijn dat je op een gegeven moment op je eindbestemming terechtkomt. Want voor mij is een eindbestemming de dood. Dan houdt het leven op en wellicht gaat het dan weer verder in een andere vorm. Dat weet ik niet. Ik vertel het je zodra ik het weet. Maar daarvoor is het gewoon iedere keer doorgroeien in je nieuwe bewustzijnsniveau, wat mij betreft. En ik kan heel goed herkennen dat wij nu. Al twee, drie keer een shift hebben mogen maken naar een dieper bewustzijnsniveau. En ja, dat mogen we dan samen doen, waarvoor ik heel dankbaar ben, want het is hartstikke leuk om samen te reizen in plaats van individueel. Maar uiteindelijk hebben wij individueel aan onszelf gewerkt en hebben we elkaar vastgehouden of niet uit het oog verloren om door te gaan. Maar het is absoluut een individueel proces. Waarbij je verlangens een gemeenschappelijk doel kunnen zijn. Dat wel. Maar dat, dat is wel ons proces geweest. En het betekent dat we nu op het niveau zitten dat de rust die we hadden, waar we ook zo naar verlangden, weer inruilen voor heel veel onrust. Want we zijn eigenlijk weer nieuwe doelen aan het stellen. Allemaal ver buiten onze comfortzone. Waarvan we absoluut niet weten hoe het moet. Of wat, hoe, wat het zal zijn. Of waar het uitkomt uiteindelijk. Maar we doen het toch omdat we voelen aan alles. Het verlangen is zo groot. Om nu die stappen te gaan maken. Precies wat je zegt, Wendy. Nieuwe vrienden te ontmoeten. Nieuwe mensen te gaan leren kennen. Met weer, met weer nieuwe verhalen. En ja, dit, dit, dit is weer. Iets wat ons zeker gaat lukken, omdat al onze gedachten in lijn gaan liggen van dat nieuwe verlangen. En daarmee creëren we dus onze nieuwe realiteit. Ja, en het, het wil ook niet zeggen dat we op dit pad, dat dat alleen maar Halleluja is. Hè? Wij merken dat sommige mensen wel eens dat idee hebben: van ja, maar bij jullie lukt alles en bij jullie, omdat jullie het allebei willen, gaat het lukken. Um, maar ik kan je verklappen dat dat niet helemaal waar is. Want uh, wij hebben natuurlijk ook allerlei gedachtes die vanuit oude patronen nog weer op kunnen spelen. Elke dag weer. En, en wat, wat ons betreft nou juist de kunst is om te leren omgaan met dat soort gedachtes. Dat je precies weet, wat ga ik doen als ik die gedachtes krijg die me echt een shitgevoel geven. Ja, of tot stilstand dwingen. Ja, en wat ga ik doen om juist weer die shift te maken richting de kant waar ik wel wil zijn? En voor mij is dat heel duidelijk. Ik weet elke keer weer dat wat ik ga doen, dat moet goed voelen. Dus uh, voor mij is het ook belangrijk om daar de juiste gedachten bij te denken. En dat wil niet zeggen dat ik de realiteit uit het oog verlies. Want het is niet zo dat ik alleen maar aan unicorns en aan butterflies denk en dat ik dan verwacht dat ze vanzelf op mijn pad komen. Nee, ik denk wel degelijk daaraan, maar ik onderneem daardoor ook de juiste actie door die mindset die zo stevig is. En ik dus de juiste dingen kan denken om ook de goede dingen te gaan doen. Ja, dus alles samenvattend. Is het dus wel degelijk zo, en wij zijn daar het levende bewijs van, de ervaringsdeskundigheid is daar, dat je werkelijk je eigen realiteit, of die nou positief of negatief is, of wat die ook is, laat ik het zo zeggen, maar je mag echt ervan uitgaan dat je zelf hebt gecreëerd. Waar je ook in zit, wat je ook aan het doen bent, wat, wat je leven ook op dit moment is. Voor 99,9% is het je eigen creatie door alle besluiten, beslissingen en gedachtes die je hebt gekozen in het verleden. Ja, laat ik je één tipje van de sluier geven. Als jij nu denkt. Ja, maar mijn situatie is zo euh, nou, niet oké okay, of dramatisch of euh, wat dan ook. Weet dan op het moment dat je daar aan vasthoudt, aan die gedachtes, gaat er niks veranderen. En blijft de situatie precies zoals die nu is? 100%. En daar kies je zelf voor. Absoluut. Dan mag je alleen jezelf verantwoordelijk houden. En ik snap heus wel dat er allemaal uh, mensen weer uh, dingen gaan opwerpen. Ja, maar uh, uh, als je uh, borstkanker hebt, dan heb je daar toch niet voor gekozen. En uh, als je uh, slachtoffer bent van, uh, van incest, dan heb je daar toch niet voor gekozen. Nee, dat is allemaal waar. Dat zijn allemaal gruwelijke dingen die in het leven kunnen gebeuren. Maar laat ik één ding zeggen, ben jij diegene of ben je nu weer een argument aan het opwerpen om iets wat klopt onderuit te halen zodat je zelf niet in beweging hoeft te komen? Want gaat dit over jou of is het een argument wat je gewoon maar weer opwerpt om niet in beweging te hoeven komen? Want dan is het wel degelijk je eigen creatie. En b, het gaat er niet om dat, je, dat al die gruwelijke dingen niet gebeuren. Het gaat erom welke gedachten kies je. Op het moment dat het je gebeurd is. Ja, dus hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om? En daarmee creëer je het leven vanaf dat moment. Ja, dat mooie het mooie is, mensen vinden dat wel interessant om te horen. En ik snap dat wel, want ik weet nog, toen mij dit langzaamaan duidelijk werd, vond ik dit ook heel interessant om te horen. Om te horen van joh, hoe doe je dat dan en hoe zit dat dan? En het leuke is, want dat wil ik eigenlijk nog wel even melden in deze podcast, dat wij zijn op dit moment druk bezig om een nieuw aanbod te creëren. Dat is super leuk, dat is goed dat je dat zegt. Want daar moeten mensen echt op aan gaan haken. Want dit wordt echt een, 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 een laagdrempelige, maar kwalitatief hoogwaardige cursus die je binnen een bepaalde tijd, niet lang, helemaal niet. Nog voor de zomervakantie met ons samen kan gaan doen. Ja, en wat je daarin gaat leren, dat is alvast het tipje van de sluier dat we kunnen geven. Is, uh, wij vinden het belangrijk dat als je deze cursus gaat volgen, dat je dus een oersterke succesmindset creëert: dat je alle tools krijgt om dat voor elkaar te krijgen zodat je ook daadwerkelijk je dromen achterna kan gaan en dat je die werkelijkheid kan laten worden. En dan maakt het echt niet uit wat je droom is. Hè? Want bij ons is het dus op dit moment uh, gaan reizen en veel meer in de warmte zijn in andere landen zijn in onze camper zijn. Maar voor andere mensen kan dat weer zijn dat ze eh, juist daadwerkelijk die, een veel krachtigere mindset willen creëren. Omdat ze veel beter en flexibeler in het leven willen staan en veel beter kunnen reageren op andere mensen. Maar er zijn er ook die zeggen van ja, maar ik wil nou wel eens ervoor zorgen dat mijn relatie veel beter, um, een stevigere basis krijgt. Dat we veel beter op elkaar kunnen leren reageren. Daar heb je ook een, een goede mindset voor nodig. Iemand anders denkt weer van ja, maar dat lijf van mij, ik heb in de gaten, dat moet ik nog veel langer met me meedragen. Sterker nog, dat is het belangrijkste voertuig wat ik heb, waarmee ik op deze wereld ben. Daar mag ik beter voor zorgen. Hoe ga ik dat doen? Nou, ook daar heb je een oersterke succesmindset voor nodig. Sterker nog, die oersterke mindset, die gaat ervoor zorgen dat je alles kan krijgen wat je wil. Dat, dat is het verhaal. Of je nou wil afvallen, of je nou een sporter wil zijn, of je nou uh, succesvol wil zijn met je bedrijf of binnen je werk, of dat je uh, uh, werkelijk je verlangen achterna wil gaan als het gaat om je werk. Dat je durft afscheid te nemen van het oude en dat je, het, uh, dat je durft te omarmen van, van het nieuwe. Dat heb je allemaal nodig. Wat jij daarvoor nodig hebt is een succesvolle mindset. Je kan werkelijk alles manifesteren, alles creëren in je fysieke realiteit op het moment dat je snapt hoe je je mind moet gebruiken. En dat is nou exact wat we jullie gaan leren als je dat wil, zeer binnenkort. Um... Ja, als je al nieuwsgierig bent, zou ja, ik zeggen. Dat bedoel ik. Kijk even in de show notes bij deze podcast. Ja. Want wij zorgen dat daar sowieso een link bij zit. Want dat is wel leuk. Wij hebben alvast een Wachtlijst gecreëerd. En dat is zo'n een, een lijst waar je eigenlijk je naam en je e-mailadres op achter kan laten. Uh, waar je, en dan kan je geheel vrijblijvend doen. Want als je dat doet, dan ben jij de allereerste die alle informatie ontvangt over deze cursus: waar die precies uit bestaat, wat je er allemaal mee krijgt, wat je ervoor krijgt, wanneer die is en hoe het allemaal werkt en het mooie is. Alleen de mensen die op die wachtlijst staan, die krijgen het meest aantrekkelijke aanbod wat we gaan hebben. Uh, en kunnen deze cursus gaan volgen voor de allerlaagste prijs die we aanbieden. Dat is zo, maar de waarde die erin zit, die dekt vele malen de prijs die je ervoor betaalt. En ik durf je nu al te zeggen: ik weet zeker nu je dit hoort dat jouw mind al overtouren maakt van. Oh, dat moet ik niet doen. Of dat wil ik niet. Oh ja, dat moet ik wel doen. Nou ja, ik sluit, ik, ik stel het nog even uit. Of er zal van bij iedereen iets anders gebeuren. Maar weet, de keuze die je maakt bepaalt je toekomst. En meer zeg ik er niet over. Ik, uh, ik denk dat we het hierbij laten, Ben. Ja, het is mooi. Ik vond het mooi weer deze podcast. Hartstikke fijn. Dus uh, ik verheug me nu alweer op de volgende. En ik zal dan zeggen dat het een podcast is en niet een vlog. Helemaal goed. Tot dan weer. Tot dan.